Nou, de uitslag inderdaad, 5 verschil. Dat zegt, zou zeggen dat we een makkelijke wedstrijd hebben gespeeld. Alleen je ziet dat pas later in de tweede helft komen we eroverheen. En dan weten we die kloof vasthouden. We starten ontzettend goed, komen snel voor. Heel fanatiek, heel agressief. Dat was heel goed, alleen we geven het op een gegeven moment weg. Dat was zonde. Ik vond dat het makkelijker ging dan afgelopen woensdag in Antwerpen doen. Ja, dat klopt. Dat was een heel andere wedstrijd. Door de weekse wedstrijd in een tropisch aal, wat ontzettend warm was. Een tegenstander was je in Merksem, in Antwerpen, als je daarbij blijft. Of ze bij laat blijven. Krijg een hele moeilijke wedstrijd. En dat is geworden afgelopen woensdag, maar gelukkig wel de punten meegenomen. 29-34 op Bevo. Niet makkelijk, hè? Of dat zullen er weinig nadoen? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, Bevo is een hele goede ploeg. Het is een Limburgse derby en ze hebben veel kwaliteit. Ze zijn natuurlijk de geblesseerde Jans op dit moment, dat zie je ook in hun spel. Maar je zullen veel ploegen ook onderuit gaan, dat klopt. Tot slot, al bij al, jullie starten goed in de Benelli competitie. Ja, dat klopt. We hebben 3 wedstrijden gespeeld. 3 gewonnen. We staan gedeeld eerst met Sascha. Ik weet niet wat ze vanavond gemaakt hebben. Maar inderdaad, we starten goed. We hebben een nieuwe ploeg. Veel wisselingen, een nieuwe trainer. Maar je ziet, het werkt wel.